lieve boogschutter, welkom bij jullie jaarprognose voor 2023. Ik ga dadelijk per kwartaal kijken wat er voor jullie voor het komende jaar naar voren mag komen. Wees er wel van bewust dat het collectieve readingen zijn, dus de readingen zullen niet met iedereen kunnen resoneren. Neem alleen het stukje wat voor jou van toepassing is en laat de rest lekker los. De energiestromen wat ik dadelijk ga invoelen. Ik leg dadelijk uit twee verschillende orakeldecks maak ik vier stapeltjes. En dan ga ik per kwartaal kijken wat er voor jullie naar voren mag komen. Ik gebruik dan vervolgens bij die twee orakelkaarten de tarot voor om verder erop in te gaan. Mocht het nodig zijn dat ik toch nog een extra deck erbij mag pakken, dan zal ik dit zeker doen. En als afsluiter na alle kwartalen pak ik nog een engelenboodschap voor jullie als afsluiter. Mocht je dadelijk hebben gekeken, heb je zoiets van, nou, dit voelt niet passend voor mij. Kijk dan vooral bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Ik zal ook beneden in de beschrijving hier een linkje voor neerzetten hoe je dit uit zou kunnen rekenen. En wellicht zit daar dan wel een boodschap voor jou in waarbij jij meer aansluiting zult hebben. Maar we gaan dus gewoon beginnen. We gaan gewoon eens kijken wat er voor jullie mag ontstaan. Even jullie energiestroom in de kaarten krijgen. Nou, het stagneert al, zie je dat? Dus er gaat wel in het eerste kwartaal nog wat stagnerende energie tegemoet komen. Ik leg ze even zo en dan gaan we er dadelijk dieper op in. En of dat er nou elementen op eigen ontwikkelingsvlak naar voren komen, of liefde, of financiën, of werkzaamheden, dat is per reading natuurlijk verschillend. En dat zal ook per kwartaal wellicht verschillend naar voren kunnen gaan komen. Nou, die moet ik alle vier meenemen. Nou, dat is makkelijk. Waren ze altijd maar zo makkelijk. Hè? Ik leg deze even aan de kant. Ik hoop niet dat jullie er last van hebben. In het scherm, kijk eens, we hebben hogere macht en balans. Angel of balance, heel mooi. Stabiliteit weer neerzetten, nieuwe creaties creëren. We gaan eens even kijken, ik pak eens even de tarot erbij. En dan gaan we eens even kijken wat er aangevuld mag worden. Voor deze eerste kwartaal van 2023, voor de lieve boogschutter. Onderkant dek hebben we wel de magier. Dus we gaan eens even kijken wat er verder bij is komen te liggen. Nou, dit ziet er in ieder geval al netjes uit. Okay. Ja, lieve boogschutter. Je weet zoveel beter en toch handel je af en toe verkeerd. Of verkeerd? Wat is goed en wat is fout? Je krijgt triggers, je krijgt inzichten, je krijgt vooruitgang. Je intuïtie kan je af en toe een beetje overroelen door de energiestromen, wat er allemaal ook gaande is in het universum. Waar jij gevoelig voor bent, waardoor jij bepaalde insteek en keuzes ook misschien net iets anders maakt dan dat je normaal zou doen als jij niet voor die tweesprong zou staan en de juiste energiestroom zou bevatten. Er zullen wat elementen kunnen gaan gebeuren, en dat zal voor iedereen anders zijn natuurlijk, in het eerste kwartaal, waardoor jij emotioneel gezien even overspoeld gaat worden. Dat het even misschien te veel gaat worden, waardoor jij je stabiliteit even kwijt zou kunnen raken. Of dat je even vasthoudt aan een ouder patroon waarbij jij
het makkelijker vindt om in dat patroon te zitten, omdat dat iets is wat je heel lang hebt gedaan. De voel komt op kop. Ik pak daar gelijk even een extra kaartje bij. Dat heeft ermee te maken dat de voel op kop komt, omdat je nog aan het wachten bent. Aan het wachten bent op iets wat niet meer gaat komen voor jou. Intuïtief weet je dit al. En dat kan te maken hebben met een verbinding of een relatie waar je in hebt gezeten. Waarbij je voelt van ja, het mag nu echt afgesloten gaan worden. Maar er is toch iets in jouw systeem dat dit nog blokkeert. En dit zorgt er eigenlijk voor dat jij niet vanuit de volste overgave dan aan het manifesteren bent. Dit is een beetje je onderzijde van het verhaal. Dit is de bovenzijde. Dit is waar jij naartoe kan gaan. En wat ook voelbaar kan zijn in jouw energiesysteem. Maar als jij jouw balans kwijtraakt en je het even niet meer overziet, dan schiet jij in een oud patroon. En dat is ook een patroon waardoor jij ook wel weer pijnstukken op kunt rakelen. Of pijnstukken of het nieuwe niet meer kunt zien. Hier liggen de bekers omgedraaid op kop of leeggelopen achter je. Er staan twee nieuwe bekers, twee nieuwe handreikingen die je kunt ontvangen. Maar dan is het wel belangrijk niet meer in die strijd te gaan zitten. Dus merk jij dat jij om welke reden dan ook in dat eerste kwartaal op een punt gaat komen dat je het gevoel hebt van ik stap weer in een oud patroon, in een oud ritme, waardoor je letterlijk eigenlijk je nieuwe pad die hier al vooruit gelegd wordt, blokkeert. Je durft het dan nog niet aan. Je houdt dan vast aan oude manifestaties of oude verbindingen. En dat op een gegeven moment kom je op een moment dat jij heel veel energie ergens aan hebt gespendeerd. Heel veel tijd, heel veel liefde. Maar alles wat jij energie hebt gegeven of je aandacht hebt geschonken en je krijgt het niet in een bepaalde frequentievorm terug, is in disbalans. En dat is dus wat er dan gaat ontstaan. Als jij dus vast blijft houden aan een verbinding die niet in balans is, zul je je eigen alleen maar daar ongelukkiger door gaan voelen. Want je blijft dan elke keer een bepaalde strijd innerlijk krijgen, waardoor jij dus niet die vooruitgang krijgt die jij wenst of mag. Je staat dan stil. We hebben hier de twee van staven. Dat is ook wel een energie van een beetje een afwachtende energie. Terwijl je alle tools in handen hebt om het allemaal te kunnen manifesteren en affirmeren, is er toch iets in jouw systeem die dit tegenhoudt. En dat heeft ook met een bepaalde dualiteit te maken die in jou zit. Ik ga eens kijken of ik... even kijken, waar ligt het? Ik ga eens kijken of dat ik mag ontdekken waar die dualiteit mee te maken heeft. Je hebt de focus nog op het verkeerde zitten. Die happy family die daar ligt, hè, die kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Maar als jij iets voor elkaar wil krijgen en jij wil niet meer vastzitten in een oud patroon en jij wil niet meer die strijd hebben en wachten op iets wat toch niet gaat komen. Dit is een bepaalde wens of droom die jij hebt, een bepaalde verbinding die jij mag of wil hebben. En die verbinding is met een bepaalde trillingsfrequentie een hele tijd geleden het universum ingezonden. Maar doordat jij zo aan het groeien bent, klopt die manifestatie van toen niet meer met de situatie waar jij nu in bezit. Waardoor jij dus eigenlijk een lagere trillingsenergie nu naar je toe haalt. Terwijl jij al verder gegroeid bent. En dat is waar je nu de zicht op gaat krijgen. Dat jij mag gaan leren dat bepaalde intenties zetten anders uitgevoerd kan worden. Waardoor jij wel de vruchten die ervan af gaan komen kunt gaan oogsten. Dat het dan wel voor jou bedoeld is. Nu sta jij te wachten op een energiestroom. Wat je hebt gewenst of gemanifesteerd.
maar die dus niet met jou compatible meer is. En daar hou je je eigen aan vast. En doordat je je eigen eraan vasthoudt, zul je ook merken dat er een verschuiving plaats kan vinden. Kijk eens hier, hier ligt een nieuwe beker, wordt aangeboden. Maar je ziet hem nog niet. Als jij in gaat zien, kijk eens ook hoe mooi, eigenlijk is dit precies zoals ik het zeg. Hè? Jij bent aan het groeien en aan de, in frequentie aan het stijgen. En de manifestaties wat je hebt uitgesproken is op een lager trillingsniveau. Eentje die lager staat. Hier kijk je ook neer op die bokalen. Terwijl als je naar boven kijkt, naar het stukje waar je naartoe gaat groeien. Want je bent echt spiritueel een bepaalde groei door aan het maken. Je zit momenteel net op een nieuw pad, waardoor een oude situatiecyclus beëindigd is. Kan ook een helingsproces zijn, kan een transformatieproces zijn, een laagje van die ui die weer afgepeld is. Maar het is aan jou om dan ook in te gaan zien dat jij er met een andere blik naartoe mag gaan kijken. Je mag dus gaan zeggen van dit wil ik graag en je bent in afwachting van ja laat maar komen. Maar als jij het niet de juiste aandacht geeft zoals je nu in het leven staat, zal dit plaatje niet naar je toe kunnen komen. Dan blijf je ten alle tijden in die afwachting. Maar die afwachting zorgt er ook voor dat je weer gaat blokkeren. En in je oude energiestroom terecht gaat komen. En als je eenmaal in die oude energiestroom zit. Dan kan er wel iemand jouw pad gaan kruisen. Maar dat is niet die liefdevolle persoon waar jij dan echt de connectie mee hebt. Je moet het zo zien dat jij het liefste. Iedereen hoor je over die soulmate of over twin flame. En het maakt allemaal niet uit hoe jij daar tegenaan kijkt. Of wat jij daarvan vindt. Of hoe ik erover denk. Het gaat erom dat elk persoon die een transformatieproces door aan het maken is, die vibreert op een andere trilling. En die trilling is compatible met heel veel mensen, maar niet met iedereen. Dat is hetzelfde. Je kunt niet met iedereen vriendschap hebben of liefde hebben. Dat is natuurlijk ook weer een gradatieverschil in. En frequentieverschil, afstandverschil, divine timing. Al die aspecten spelen eraan mee. Maar wat ik wel zie is dat jij de focus gaat richten op jezelf. En als je dan gaat manifesteren, dan kun jij dus in een andere trillingsfrequentie eventueel dit naar je toe kunnen gaan halen. Maar die trillingsfrequentie die jij dus in de wijziging nu hebt toegepast door aan jezelf te werken, is ook bedoeld dat jij oude manifestaties en activaties dus ook weer terug gaat halen naar jezelf. En dat je dus met een nieuwe blik hier een nieuwe activaties op toe gaat passen. En dit is dus wat je hier nog in mag gaan leren. En dit is wat ook een nieuwe stabiliteit teweeg gaat brengen. Want doordat jij vanuit je intuïtie gaat manifesteren, zul jij ook vanuit de goddelijke bron elementen naar je toe kunnen gaan krijgen. En dat zie je al, hè. Je krijgt hier op emotioneel liefdesvlak, krijg jij een aanbieding. Alleen, je ziet hem nog niet. Maar we gaan eens even kijken. Ik haal heel even de tafel leeg. En dan gaan we eens even naar die tweede kwartaal kijken wat er dan mogelijk zou kunnen zijn in het tweede kwartaal voor jullie lieve boogschutter. Zo. Even al die decks aan de kant leggen. Ik heb hier heel veel decks klaar liggen. Per kwartaal heb ik 2 tarot decks klaar liggen. Die shuffle ik elke keer voor een reading. Cleanse ik allemaal. Maar ik shuffle nu even jullie energie erin. Zodat de juiste boodschappen ook door gaan komen. Oh, deze wil er al uit. Oké, dan gaan we eens even kijken wat we hier hebben liggen. We hebben bedrog en vernieuwing. Dus je gaat inzien dat bepaalde elementen, wat al in eerste instantie door jou misschien wellicht gemanifesteerd of geaffirmeerd is, die gaan veranderingen plaatsvinden. Jouw hele mindset gaat veranderen. En dat zal ervoor zorgen dat jij een hele nieuwe frisse kijk op het leven gaat krijgen. Je intuïtieve ontwikkeling zal verder gaan activeren. En er is dan ook veel minder plaats voor bepaalde angsten of illusies die je in eerste instantie in jouw systeem had zitten. En vooral als we dan gaan kijken weer vanuit boven, dat goddelijke, die groei, weer die opbloeseming. Dan zal de situatie helemaal vernieuwd gaan worden.
het leven blijven vieren is toch wel een belangrijk onderdeeltje die met jou gekoppeld staat. Gelijkgestemde gaan treffen. En wat ik al zei, hè, je kunt op een bepaalde trillingsfrequentie zitten. En dat wil niet zeggen dat je dan met iedereen gelijk kunt levelen, maar wel veel makkelijker. Maar je zult op dat stukje ook eerder mensen kunnen treffen die met jou compatible zijn. Oh, daar zijn er een hele stapel. Daar gaan we niet mee akkoord. Dus ik shuffle nog even door. Die moet op kop. Ja. Oké. Onderkant dek hebben we de 6 van staven. We gaan eens even kijken. Weer de magier. We de 9 van munten. De aas van bekers. De 4 van bekers op kop. De 5 van bekers in combinatie met de 3 van staven. En we hebben de 6 van zwaarden. Hele mooie kaarten. Dus voor het tweede kwartaal. Luidt als volgt. Wat ik sterk doorvoel komen is dat jij in het tweede kwartaal door die diepere laag heen gaat. Alhoewel deze kaart op kop komt. We kijken ook even naar het plaatje. Deze kaart heb ik jou letterlijk net uitgelegd. Je ziet hem hier wel aankomen. Hij komt op kop, dus het is een teken dat jij het wel in bent gaan zien. Het plaatje geeft het eigenlijk alweer, dus het had niet op kop hoeven komen. Het is wel gebeurd. Bepaalde overstroom aan emoties zullen jou weer in balans gaan brengen. En dat is ook waardoor jij een nieuwe stabiliteit weer gaat creëren. Dit heeft ermee te maken dat jij heel veel innerlijk werk hebt verricht. Heel veel pijnstukken aan hebt gekeken, door die diepere lagen heen bent gegaan. En dat is ook een stukje waardoor jouw manifestaties in de juiste energietrilling het universum is ingeholpen. En als we dan gaan kijken hier bij die vernieuwing, krijgen we deze kaart, een vertrekkaart, kaart naar een nieuw stukje toe. En we krijgen een succeskaart. We krijgen hier de 3 van staven. Houdt ook in dat er elementen weer naar jou toe gaan komen, omdat je door die pijnstukken heen bent gegaan. Omdat je dus niet meer treurt om hetgeen wat geweest is. Je hebt je les eruit gehaald, je haalt je kracht daarmee uit. En zoals ik al vaker in een reading zeg, alles in het leven gebeurt om een reden. En wat die reden dan ook is, dat is jouw les eruit. Om dat eruit te gaan halen. Is jouw les om bepaalde karmische stukken vanuit een familielijn uit te zuiveren. En je bent hiermee bezig, maar je blijft in een negatieve gedachte hangen. Dan zul jij ook nooit die 2 bekers zien die daarachter staan. Ga jij het omarmen, de les eruit halen, ook dankbaar zijn dat je die les hebt gekregen, zodat je weer naar die vernieuwing mag, zodat er weer nieuwe schepen door mogen komen. Dan zul je ook echt het oude volledig los kunnen laten. Ik heb hier best wel veel kaarten dat er een hele nieuwe stroming gaat komen. Voelt voor mij ook echt als een gigaverschuiving wat verder plaats gaat vinden in het tweede kwartaal voor jou. En die tweede kwartaal is best wel een intensieve periode. Er gaan nieuwe stukken groeien in jouw systeem, waardoor jij je eigen ook vrijer gaat voelen. We krijgen natuurlijk ook de lenteperiode. Nieuwe blaadjes aan de bomen. Daar gaat iets. Ik kan er nog niet de vinger op leggen wat er precies geactiveerd gaat worden bij jou. Maar het is echt wel vanuit het goddelijke bron dat jij vanuit liefde nu ondersteund gaat worden. De juiste elementen naar je toe mag gaan krijgen. En dat het stukje bedrog, wat in het verleden is geweest, er juist voor heeft gezorgd dat je dit nu mag ontvangen. En als je daarin de vernieuwing ziet en die clue ziet van dat alles gebeurt om een reden. Ben je bedrogen? Ben je wat dan ook bij jou gebeurd is, waardoor jij dus nu deze transformatie aan bent gegaan. Dit is allemaal nodig om jou er krachtiger uit te krijgen, om jou op een pad te krijgen waar je succes in kunt hebben. En er zullen altijd mensen zijn die jaloers kunnen zijn of negatief kunnen zijn, maar daar sta je voor boven. Daar laat je je eigen niet meer in meeslepen. En dat is ook het stukje wat jou siert en kenmerkt. We krijgen de onderkant dekte 10 van bekers. Geluk na een moeilijke periode. Het ontvangen van een extra liefdesbokaal of een bokaal voor jezelf. Innerlijk balans, innerlijke pijnstukken activeren om er vervolgens doorheen te gaan. Want ik zeg pijnstukken activeren, dan zeg je van ja, maar dat klopt toch niet. Die pijnstuk zit toch al in mezelf. Ja, maar heel veel mensen hebben die op onactief gezet. Achter een deurtje gestopt, achter een muurtje gestopt, een deur dicht gedaan, op slot en de sleutel weggegooid. Als je die sleutel weer omdraait en je activeert weer die opening van die deur, komt ook die shitlading en zooi er weer uit.
En door die shitlading weer open te laten, kun je er doorheen gaan. Dus activeer je letterlijk eigenlijk dat verdriet opnieuw. Maar vervolgens behaal jij daar jouw successen in, omdat je dan het oude pijnstuk achter je kunt laten. Dus dat is een hele improvement eigenlijk wat er mogelijk gaat zijn. Kijk eens. Eerlijk begin. Je gaat met waarheid naar de situatie kijken. Je gaat inzien dat het oude echt achter je gelaten mag worden. Je neemt alleen maar mee wat voor jou nog van toepassing is. De rest laat je lekker los. En dit komt omdat je spiritueel steeds verder in verbinding komt te staan met je hogere zelf. Je hebt je balans hierin gevonden. Yin-yang element. Maar ook het stukje dat je er voor wil blijven vechten. En niet vechten in de zin van fysiek klappen uitdelen. Nee, maar ervoor vechten dat je richting die vernieuwing mag blijven groeien. En dat die activaties in jouw systeem alleen maar verder actief mogen worden. Vanuit volledige overgave, vanuit volledigheid. We krijgen de lovers. Voor mij voelt het eerst liefde voor jezelf. Maar wellicht zal er dadelijk in een tweede laag misschien nog iets naar voren gaan komen. Dat je misschien ook echt wel op romantisch vlak iemand misschien mag gaan treffen. Mocht jij single zijn, zal dat misschien kunnen. Ben je niet single, zit je in een relatie, kan het misschien zo zijn dat jullie dichter tot elkaar gaan komen. Het zal voor iedereen anders zijn. Maar jij gaat wel in jouw kracht komen. Je gaat wel echt die vernieuwing aan. Je gaat wel echt die energiestroom die je dus nu te pakken hebt. Dadelijk nu, ja, het voelt voor mij dat je die nu al op een moment van de tijden dat ik de reading opneem al hebt gepakt. Ga je hier wel voor beloond worden. En zul je wel echt wel in dat tweede kwartaal. En vooral richting de zomerperiode. Verder open gaan staan. En het oude ook echt achter je kunnen laten. En dat oude stukje, dat is nog best wel een diepgang, een pijnstuk. Maar je hebt zoveel kracht in je zitten. Dus het is wel dat ik dit proces waar je nog doorheen gaat, niet als heel zwaar belastend voel. En je stroomt er eigenlijk wel redelijk makkelijk doorheen. Maar dat heeft allemaal met jouw spirituele en intuïtieve ontwikkeling te maken. Maar we gaan eens even kijken wat dit dan te betekenen heeft. Als we verder gaan kijken voor het derde kwartaal, als we echt de zomerperiode ingaan, hè, wat dat dan voor jou kan betekenen. Je zult elke keer triggers krijgen, je zult getriggerd blijven worden. Er zullen altijd mensen zijn op jouw pad die misschien minder met je voor hebben, of jaloers gedrag of wat het dan ook is. Hè. En dat is ook een levensles voor jou, om daar niet je eigen in mee te laten afglijden eigenlijk. Dat je weer in die lagere trilling komt. Maar dit is wel ja, wat nodig is. Die triggers en die trillingen zijn nodig om jouw bewustzijn alleen maar te verruimen. Kijk eens, we hebben Thinking Man en Flexibel. Het voelt voor mij dat het een apart stukje is, maar we gaan eens even kijken. Even kijken, moet hij zo? Nou, de kaarten wil elke keer bijna van de tafel af. Nou, we krijgen hier wel de zot rechtop, de keizerin. Hele mooie energie. Als jij dus niet meer vast gaat houden aan het stukje denken, kun je losbreken uit het oude pijnstuk. En dan zul je ook merken dat je veel buigbaarder bent dan dat je in eerste instantie dacht. Hè? En dat je ook echt wel die pijnstukken kunt doorleven. En wat ik net al zei, hè, van als je dat deurtje gesloten hebt en je activeert hem niet weer en je opent hem niet, dan zul je altijd met dat innerlijk stuk blijven zitten. Dat is altijd een bepaalde blokkade die dan aanwezig zal zijn in jouw systeem. En elke keer, elk proces in het leven, zal dat deurtje toch wel weer aangetikt gaan worden door jouw hogere zelf. Van God, denk er eens even aan en mag weer iets mee gedaan worden. En vooral omdat we deze weer terugkrijgen. Je zult in dat derde kwartaal echt wel weer eventjes met de neus op de feiten gedrukt kunnen worden. Of dat je wel oude pijnstukken echt los hebt gelaten, verwerkt hebt. En vooral omdat we dan toch wel bezig zijn met patronen weten te doorbreken. Als je eenmaal dat patroon doorbroken hebt.
en vooral niet meer vasthoudt aan een oud pijnstuk, maar daar juist doorheen gaat, dan kun jij een nieuw proces in werking gaan zetten. Maar dat is ook wel belangrijk dat je uit je hoofd gaat, dat je dus niet meer in dat systeem vast blijft zitten met het stukje denken, maar vanuit je gevoel blijven handelen. Dit blijft jouw valkuil, waarschijnlijk heel 2023 en misschien nog wel zelfs 2024 in. Maar je gaat het vertrouwen herpakken. Je gaat bepaalde creatieve input terugpakken. En dat zien we vooral ook aan het stukje vruchtbaarheid wat de keizerin met zich meebrengt. De keizerin is natuurlijk ook een persoon die best wel het een en ander voor elkaar kan krijgen. Maar wat ik ook sterk voel is dat jij in die positie ook wel in een bepaalde dualiteit gaat komen. En vooral, het is elke keer blijven balanceren. Knopen doorhakken. Ga ik voor het een, kies ik voor het ander. En vooral als we dan zien, hè, blijf ik vasthouden aan het oude of kies ik voor het nieuwe. Al het nieuws wat er kan gaan komen is spannend. Kan ook een bepaalde trigger zijn voor jou dat je ook weer in je angst schiet. Van ja, maar wat als ik weer in dat pijnstuk terecht ga komen? Maar wat als ik weer de bons krijg? Of wat als ik mijn baan opgeef en ik wil voor mezelf starten en het loopt financieel niet? Alles wat jij de aandacht geeft, groeit. En dan denk je van, mens, hou nou eens je mond daarover. En dat weten we nu wel, maar pas het dan ook toe. Want je bent veel buigbaarder. Je kunt zoveel voor elkaar krijgen. Als je maar met de juiste law of attraction trilling gaat werken. Niet vanuit angst iets de wereld in helpen, maar vanuit je gevoel. Dan zul jij iets heel moois voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat is dan ook wel dat je soms het zelf ook niet inziet dat je het waard bent om te mogen ontvangen. En je bent meer waard als dat je nu wil ontvangen of vraagt om te ontvangen. We krijgen de 6 van staven, we krijgen de aas van bekers. Hele mooie energie. Dus er gaat een hele mooie stroming komen als je dus niet vanuit die lagere trilling weer gaat handelen. Dus angst, illusie, boosheid, verdriet. We hebben dus naast de aas van bekers krijgen we de ridder van bekers. Tien van zwaarden op kop. Oké. En de koning van staven. Onderkant dek, 3 van bekers. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je iemand leert kennen ten tijde dat jij een nieuwe richting gaat bepalen of dat je gaat genieten, een cursus gaat doen, een opleiding, een viering, verjaardag, een festivalletje. Geen idee wat je in het derde kwartaal volgend jaar gaat inplannen. Maar daar kan dus een verschuiving plaatsvinden dat jij gezien gaat worden door iemand. Dat jij in de picture gaat komen. En dan zul je ook merken dat jij hele fijne verbinding kunt krijgen met iemand. Wat goddelijk bepaald is dat deze persoon jouw pad mag gaan kruisen. Is het dan echt ergens in het derde kwartaal toch mogelijk dat deze persoon naar jou toe mag komen? In het energetisch veld is het al voelbaar. Mag die energie al stromen? Alleen het is wel zo, dat kan alleen als het einde ook is gekomen aan een karmische les. Of aan een pijnstuk waar jij nog doorheen mocht gaan. Dus blijf jij daar aan vastzitten, dan zal dit niet 1, 2, 3 gaan ontstaan. Dan zal dit ook niet zo 1, 2, 3 mogen gaan stromen. Je hoort me vaker, je bent de creator van je eigen leven. Je bent die manifestator van je eigen leven. Ga je met de juiste trilling energie manifesteren of wensen uitspreken, dan kan dit echt in een hele mooie zuivere vorm naar je toe komen. Maar ga je dus echt vanuit die pijnstuk of angst of dualiteit, dan maak je borst maar nat. Want dan zul je nog de enige pittige lessen naar voren kunnen komen. De persoon waarmee jij zou kunnen gaan connecten, kan een persoon zijn die in de picture staat. Kan een persoon zijn die dus op de voorgrond al is, aanwezig is. Die misschien een spiritueel healer coach is. Misschien een YouTube kanaal heeft of veel op Instagram te vinden is. Workshop geeft, cursussen geeft. Wellicht misschien de coach of cursusleider van jouw opleiding of cursus die je gaat volgen. Er is instant een match. Er is instant een match. Het is echt een match die heel intens is. Die echt vanuit de hogere bron geactiveerd is. Maar als jij dan niet op gaat anticiperen,
zal het ook niet geactiveerd gaan worden. En zullen jullie paden niet kruisen. Dan zal het wel later misschien mogelijk zijn dat jullie elkaar op een later moment misschien wel treffen op dat stukje liefdesvlak. Maar dat heeft er echt mee te maken hoe jij je eigen staande houdt met de pijnstukken of triggers die op jouw pad kunnen gaan komen in het derde kwartaal. En als je daar je eigen goed in staande houdt, dan kan er van alles mogelijk zijn. Maar dan nog, jij bewandelt jouw leven op jouw eigen snelheid, eigen pas. En als de andere persoon wat nu energetisch in het veld hier zichtbaar is, net iets sneller loopt of net iets anders, andere richting bepaalt, dan zal dat pad ook alweer anders gaan kruisen. Dus alles kan verschuiven, hè? Alles is energie. Maar we gaan eens even kijken wat dat dan teweeg gaat brengen voor het laatste kwartaal. Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Die leggen we vast klaar. Nou, er wil er al eentje uit. Die nemen we maar gelijk mee. Oké. Kijk eens. We hebben de waaromkaart. Komt wel op kop, maar ik voel hem gewoon rechtop in. En een soort overvloedkaart. Kijk eens hoe mooi alles in stroming is. De kaart 11 is een meestergetal, maar ook de kaart van balans. Krachtkaart erbij. Kijk eens hoe getemd jij jezelf hebt. Dat je in balans bent, dat je niet meer hoeft te knokken. Het voelt voor mij dat je echt zoveel energie hebt gestopt in jouw eigen ontwikkelingsproces. Dat je nu ook beloond gaat worden met het element wat er allemaal mag gaan komen. En alles heeft echt met die divine timing te maken. Divine timing, zaadjes die geplant zijn, die wel geoogst mogen worden, heeft er dus echt met een diepe verbinding te maken. Zielsverbinding die hier dus op tafel ligt. Wat ik al zei, hè, hoeft niet altijd een romantisch vlak te zijn, maar dit voelt in dit aspect wel zo. We hebben de koning van staven. We hadden volgens mij net de koningin van staven. Prachtig. Al is dit wel een koning van staven, het is wel een vrouw. Dus de vrouwelijke energie, dat houdt in dat jullie zo compatible met elkaar zijn, dat het echt gewoon dubbel matchend is voor jullie qua energiestroom. We hebben de page van staven. De 8 van munten en de 8 van bekers. En de 3 van zwaarden. Onderkant dek, de Empress. Dus weer die keizerin. Hele warme, liefdevolle energie. Ook weer die vruchtbaarheid. Hè? Dus het zou zomaar kunnen zijn dat sommigen van jullie misschien zwangerschap kunnen verwachten. Of wellicht heb je zelf geen kinderen, maar ontmoet je iemand met kinderen. Waardoor je ook dat gevoel krijgt dat er nieuwe mensen op je pad komen. Vanuit familiair kant gezien. Want familie kun je zelf ook uitzoeken. Hè? Je zielsfamilie. 7 van munten, de 2 van bekers, de koning van staven, de page van staven, 8 van bekers, 8 van munten en de 3 van zwaarden. Je gaat giga beloond worden. Giga beloond worden. En als we dan gaan kijken wat de beloning is, is echt eerste instantie liefde voor jezelf. Het pad wat je hebt gekozen, je gaat beloond worden voor het feit dat je zoveel input hebt gezet. In jouw ontwikkelingsproces. In het stukje oude achter je laten. Oude stukken achter je laten. Transformatieproces. Kijk eens hoeveel mooie vlinders. Je hebt het proces zo eigen gemaakt. Dat je hartzeren echt op hebt gelost. En het zal niet zijn dat alles in één keer helemaal spik en span leeggespoeld en opgeschoond is. Want elk proces zorgt ervoor dat er ook weer een nieuw laagje aan mag gekeken worden. En dat nieuwe laagje is ook weer een pijnstukje. En dan ga je steeds dieper en dieper en dieper tot je verder naar jouw kern groeit. Je gaat wel inzichten krijgen. Je gaat inzichten krijgen waarom alles gebeurt. En alles wat ik al zei, hè, gebeurt om een reden. Is om jou verder verlicht te gaan krijgen. En op dat pad zorgt er dus ook voor dat iemand jouw pad mag gaan kruisen. Vanuit die ontzettende liefdevolle energie.
Hele krachtige energiestroom. Het voelt ook echt wel een passievolle energie tussen jullie twee. Eentje die kan vlammen. Ook op... hoe kan ik het netjes zeggen? Seksueel vlak. Jullie voelen je eigen echt tot elkaar aangetrokken. En dat komt omdat het proces waar jij in zit van heling... wat ik al zei, hè, wellicht ga je een periode in van cursussen volgen of opleidingen of wat dan ook. En ontmoet je daar mensen. Maar doordat je die mensen ontmoet, ga jij dieper door je pijn heen. Ga jij echt die vernieuwing in en leer je ook om te gaan met die nieuwe emoties die jij voelt. Emoties die er zijn geweest, die je heel lang hebt geblokkeerd. Die komen nu tot opschudding en die kunnen er echt uit. Dat is precies wat ik al zei, hè, met die muur eromheen of die deur die je dicht hebt gegooid, sleutel weggegooid, die nu opengebroken gaat worden. En dit is eigenlijk een hele mooie dankbare energiestroom, want doordat jij in gaat zien dat alles gebeurt om een reden en je gaat de reden ontdekken waarom het zo gebeurt, heb je dus ook dat torenmoment ervoor gekregen in het verleden om jezelf open te breken en juist naar die overvloed te kunnen gaan groeien. En daar word je dus giga in beloond. Hier heb je ook ontzettend hard voor gewerkt. Het is dus niet voor niets geweest. Het harde werk is niet voor niets geweest. En alhoewel je af en toe het gevoel hebt van, heb ik dit wel verdiend? Want je houdt je eigen kleiner als dat jij hoeft te zijn. En dat is het stukje waar jij verder nog in mag gaan groeien. Een bepaald stukje ook zelfliefde nog wat meer gaan groeien. We krijgen de 5 van munten op kop. Dus je stapt uit in de kou staan. Je hebt die sleutel. In de light siestero zie je mensen bibberend in de kou. En de sleutel aan de linkerkant en een sleutelgat in de deur. Hij komt op kop. Je staat niet meer in de kou. Je hebt die sleutel gepakt. Wat ik al zei, je hebt die deur geopend. En dat is misschien wel een shitlading aan pijn en verdriet wat er eerst uit mag komen. Maar daardoor krijg je wel weer warmte voor terug. Daardoor krijg je wel weer ruimte om je hart verder op te gaan warmen. En dat is dus wat er hier gebeurt. Je hebt een heel proces gecreëerd door eventueel die pijnstuk dus nu ook aan te gaan kijken. En daardoor heb je dus ook echt heel veel geluksmomenten weer naar je toe gehaald. De koningin van bekers in combinatie met de 9 van bekers voelt echt dat je beloond gaat worden. Vanuit die volledige overgave ga je er ook weer van genieten. Vooral als we dan ook hier die uitbundige kaart zien met overvloed, allemaal vlinders, diepgang, stralen, mogelijkheden. Prachtig. En hier blijf je dan ook voor vechten. Maar ook de samenwerking met jouw gidsenteam en met jouw engelen en met jouw hogere zelf. Daar ga je duidelijkheid en helderheid in creëren. Waar je in eerste instantie misschien chaos nog had van, zijn het mijn gedachten? Is het mijn ego die ik hoor? Zijn het mijn gidsen? Ik kan er geen touw aan vastknopen. Hier ga je helderheid in krijgen. Dit zijn elementen waardoor je dus ook inziet dat hetgeen aan de persoon die naar je toe gaat komen, het juiste met jou voor heeft. Om weer een verbinding aan te gaan. Om ook verder te kunnen gaan groeien. En dan zul je merken dat dat stukje hartzeer ook steeds verder. Je moet het zo zien. Elk stukje pijn. Elke zielswond neemt een bepaald donkerder stukje in je hart. Tot zich. En als dat stukje steeds meer wordt. Heb je steeds minder ruimte om je licht te stralen in je hart. Elke keer als je door een diepere pijnlaag heen bent gegaan. Krijgt dat stukje ook weer de ruimte om weer verder verlicht te gaan worden. Want die deur is weg, die muur is weg. Al staat er een deur op een kier en je hebt de shitzooi eruit gehaald. Er kan nog een lichtbundel naar binnen gaan stralen. En alhoewel dat misschien langzaam gaat, gaat die deur wel verder open. En zal dat verder vol gaan stromen met liefdevolle, warme energie. En doordat je die energie nu laat stromen, krijg je ook mogelijkheden en kansen verder. En zul je ook merken dat wat er dus ook allemaal gebeurd is en wat dus ook best wel heftig is geweest, wel voor zorgt dat je nu op dit punt in dat vierde kwartaal zo kan staan. En mochten er dan toch elementen weer naar voren komen waarbij jij denkt van poeh, het is toch wel pittig en intensief. De les die je hebt geleerd, heb je dan wel eraan toegevoegd.
Want je hebt er iets mee gedaan. Je hebt die vruchtbaarheid en die ballast, wat we straks nog zagen met die 10 van staven, heb je omgezet in kennis. En die kennis heb je toe weten te passen in de juiste vorm om nu in dit leven iets voor jezelf te kunnen gaan creëren. En of dat in eerste instantie alleen is, of met je huidige partner, of met een nieuwe partner, of wat er dan ook komen gaat voor jou. Alles gebeurt in de divine timing, omdat jij zo hard voor jezelf hebt geknokt. Omdat jij het vanuit de liefdevolle energie hebt gedaan. En je hebt ook heel veel kennis daarmee opgedaan. Of dat je nou met je neus in de boeken hebt gezeten, of dat je geleerd hebt door jouw huidige groeiproces en je bewustwordingsproces. Dit heeft ervoor gezorgd dat je nou ook hier naartoe aan het groeien bent. Voor sommigen van jullie kan het zelfs zijn dat jullie elementen op gaan schrijven. Elementen wat jij mee hebt gemaakt. Dat je misschien wel een boek gaat schrijven of een dagboek bij gaat houden of een blog gaat schrijven. En ook anderen uit gaat leggen hoe jij je eigen stabiliteit weer terug kunt krijgen. Want we hebben hier wel de kaart 31 maakt 4. 4 staat weer voor stabiliteit neerzetten. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe ronden, nieuwe kansen, handvatten die jij anderen kunt bieden. Die jij misschien zelf ook wel had willen ontvangen ten tijde van jouw hele groeiproces. Maar we gaan eens kijken. Ik pak als afsluiter voor jullie nog een laatste kaart. Een kaart van een engelenboodschappendek. Ik weet zo de naam niet. Mocht je daar een interesse in hebben, dan wil ik voor jou best een doosje even op gaan zoeken. Hoe die exact heet. Maar we gaan eens kijken wat we als laatste nog toe mogen voegen aan jullie jaarprognose voor 2023. Ik mag er 2 pakken, zeggen ze. Oké, dan doen we dat. We hebben in eerste instantie kansen. Engelen van inspiratie. We brengen je nieuwe ideeën en inspiratie. Geef gehoor aan deze inspiratie. Dus zolang jij maar vanuit je innerlijke stem blijft handelen, de boodschappen door mag krijgen vanuit de goddelijke bron, vanuit je engelen, vanuit jouw gidsen, kun jij hierop anticiperen. Het stukje denken mag je los blijven laten. Ga die nieuwe stromingen oppakken en alhoewel je misschien dingen voelt of inspiratie krijgt waar je in eerste instantie denkt van, dat weet ik ook niet of dat aan mij gaat lukken. Het gaat jou lukken. Het gaat jou lukken en dat is helemaal helder te zien met de 8 van munten. En we hebben vertrouwen, engelen van positiviteit. Durf de stap te nemen en werk aan je hartewens. Met een positieve houding en zelfvertrouwen vergroot je je succes. Dus wellicht wil jij een bepaalde stroming op gaan zetten. Misschien wil je een webwinkel starten of voor jezelf starten. Of wil je iets creatiefs op gaan bouwen. En heb je in eerste instantie zoiets van, poeh, ik weet niet hoe ik dat voor ogen kan krijgen. Je krijgt de kansen aangeboden vanuit het universum. Zolang jij er het vertrouwen in hebt dat alles gebeurt om een reden. En ook de activatie ontwikkeld kan worden vanuit de goddelijke bron. Vanuit de juiste hoge trillingsfrequentie. Om iets ook het universum in te zenden. En vervolgens aan jezelf te blijven werken. Door die pijnstukken aan te gaan kijken. En het vertrouwen te hebben dat het mooie positieve naar je toe mag komen. Het stukje vruchtbaarheid. Welke vorm dan ook. Dan zal jouw zelfbeeld en zelfvertrouwen ook kunnen gaan groeien. En zul je heel veel succes kunnen gaan krijgen. In welke vorm dat voor jou ook zal zijn. Succes is wel het sleutelwoord voor jouw begrip. Maar die succes is ook het sleutelwoord voor het stukje dat je echt door die pijnlaag heen moet gaan. Om het succes en vertrouwen en kansen te mogen ontvangen. Want als je dat niet inziet, dat daar de clue en de twist zit van het hele groeiproces. Dan zul je er niet echt bij uit kunnen komen. Wat ik ook wil doorgeven. Ik voel een enorme kou in mijn linkerhand. Ik heb ijskoude vingers. Deze hand is niks aan de hand. Dus dit kan voor iemand een extra boodschap zijn. Let op je gezondheid. Mocht je klachten hebben. Neem dan echt contact op met een arts. Want die klachten zijn er niet voor niets. Dus mocht jij dit zo voelen. Of eind van het jaar voelen dat je in één keer dit hebt. Er zit dan een extra boodschap in. Ga er even mee aan de slag. Dan kan de juiste stroming geactiveerd blijven. Lieve, lieve boogschutter, ik hoop dat jullie iets aan deze reading hebben gehad. Laat vooral een berichtje achter of een like als je deze video waardeert. Verder wil ik jullie ontzettend veel geluk en liefde toewensen. Nu alvast voor 2023. Mocht je deze video kijken op een later moment, dan natuurlijk ook heel veel liefde en licht. En wellicht tot de volgende video. Doei doei!